Zo, goedemorgen, daar ben ik weer. De Wildeman, Loek van der Lans. Ik sta hier bij het fluitenkruid. En fluitenkruid is een van de planten die de meeste kinderen kennen, omdat ze de naam zo makkelijk onthouden. Dit is iets bijzonders met fluitenkruid. De stengeltjes die zijn hol. En omdat ze hol zijn, kun je er heel gemakkelijk een fluitje van maken. Daar zijn best wel dingen van te vinden op internet, dus voor ouders die dat leuk vinden om met hun kinderen te doen, zou ik je willen adviseren om eens te gaan googelen daarop. Wat het eetbare betreft van deze plant, het is een hele bruikbare plant in ons dagelijks eten. Het is echt een voorjaarsbloeier. Wat eten we dan? Nou, je zou de bloemen kunnen gebruiken om te decoreren. Dus als je bijvoorbeeld dit op je salade legt of op je bord. Dit is op zich al een boeketje, zou je kunnen zeggen. Zo mooi en dankbaar om dat op een mooie manier in je eten te verwerken. Dat is, vind ik fantastisch. Daarnaast zijn ook de bladeren heel goed te verwerken. Als je een blad neemt bijvoorbeeld, dan kan je dat verwerken in een soep. Of in een saus. Ik zou hem licht koken en daarna gewoon verwerken. Wat je ook kan doen is rauw in de bekende salsa, de groene salsa. Daar vertel ik later nog wel een keer iets meer over. Tot zover het fluitenkruid. Een van de schermbloemige. Je kunt dat zien aan het paraplu-achtige bloeiwijze. En dat is kenmerkend voor alle bloemen die tot deze familie van de schermbloemen behoren. Dankjewel, we spreken elkaar tot de volgende keer.